Nou, Bettina Bakt is een banketbakker. Ik ben Bettina en ik bak. En daarom heet mijn winkel Bettina Bakt. En wat bak je allemaal? Ik bak taarten en ik bak koekjes. En ik bak dat zoals ik dat van mijn moeder heb geleerd. En mijn moeder komt uit Duitsland, dus ik bak volgens de Duitse baktraditie. Zo zeg ik dat altijd. Even kijk, in dit koekje bijvoorbeeld, kan je die zien? Ja. Daar zitten heel veel nootjes en chocola en amandelen, hazelnoten en chocola. Dus de ingrediënten die erin zitten zijn heel belangrijk. En de suiker maakt het een beetje om de ingrediënten lekker te maken. En dat is heel specifiek voor Duitsland. Daar zit heel veel chocolade, of er zitten heel veel hazelnoten in de taart. Of heel veel walnoten in de taart. Dus dat is, noem ik de Duitse baktraditie. Nou, het is leuk, omdat ik vind bakken gewoon sowieso leuk. En ik vind het heel erg leuk omdat mensen binnenkomen en die kijken dan allemaal, lekker. En dan proeven ze het en dan zeggen ze helemaal dat het lekker is. En er komen mensen en die komen hier omdat ze jarig zijn. Dus het is eigenlijk altijd een beetje feest als ze hier binnenkomen.